Goedenavond allemaal. Bent u er klaar voor? Dan gaan we starten met de oriënterende ronde. Als u plaats wilt nemen, dan open ik bij deze de vergadering. En dan kijken we naar de agenda. En dan wil ik u vragen of de agenda die zo voor ons ligt, of die goed is. Iedereen het eens met de agenda zoals we die hebben? Dan zullen we deze zo aanhouden. Dan gaan we over naar punt 3, het spreekrecht. En we hebben vandaag één inspreker, dat is de heer Gerritsen. Meneer Gerritsen, mag ik u naar voren vragen? U kent de spelregels, u heeft 5 minuten. Succes. Voorzitter, dank u wel. Geachte college, geachte raadsleden. Mijn naam is Frans Gerritsen uit Bergentheim. In de wandelgangen is ons duidelijk geworden dat we ons steeds onveiliger gaan voelen. Ik heb daaruit 3 onderwerpen gekozen om aan u, gemeenteraad, voor te leggen. Als reactie hopen wij dat u via de toren uw visie, CQ, bestuursstrategieën ter geruststelling aan ons kenbaar wilt maken. Waar hier bij voorbaat hartelijk dank. Punt 1. De asielzoekers. Het huidige verkeersbeeld wordt meer en meer beïnvloed door onze asielzoekers. We hebben enkele gevaarlijke situaties meegemaakt. Ondanks uw project aan de slag in de toren 15 mei te lezen, graag meer informatie over A. Hoeveel wonen er in het AZC en de gezinssamenstelling? B. Hebben ze een identiteitsbewijs? C. Zijn ze bij de gemeente voor WA verzekerd? En D. Welke procedure moeten we volgen bij ontstaande schade? Ook als ze geen Nederlands spreken en niet hier kunnen en niet kunnen schrijven, geen ID-bewijs bij zich hebben en er geen getuigen zijn. E. Krijgen ze voorrang bij woning toewijzen? F. Hoe is een ziekenzorg geregeld, eigen risico en eventueel vreemde ziektes? 2. Gaswinning. Minister Wiebes heeft ondanks onze ingediende zienswijzen 5 van de gemeente 6 mei 2018 ingediend en 12 zienswijzen van mij toch de BV NAM opgedragen om 2 nieuwe gaspunten in Hardenberg te boeren. Tot 2033 wordt er dan gas gewonnen. A. Heeft het bestuur hier al bezwaar tegen gemaakt? Tot 17 januari 2019 kon u in beroep gaan. Hoeveel euro's, bijvoorbeeld provisie, gaan er bij afwijzing naar de gemeente? Een gasfonds bijvoorbeeld. C. Bij ontstaande schadeclaims, Psych Groningen, welke termijnprocedure moet er dan gevolgd worden? D. Graag uw visie over gaswinning en gasloos bouwen in onze gemeente. 3. Hiernaast lezen we al maandenlang dat er een gasloos appartement wordt gebouwd. Graag volgende informatie. Welke voorzorg is er getroffen voor de ouderen, kinderen, hulpbehoevenden en anderen, bijvoorbeeld bij stroomuitval bij 10 graden vorst? En ook wanneer alles gasloos is. Heeft de gemeente bijvoorbeeld al een gedeelte van de evenementenhal met constante gasverwarming voor de nodige opvang vastgelegd? B. Wie betaalt de schade in alle gevallen? Welke procedure is daarvoor opgesteld? Dan heb ik nog een postscriptum. Graag de benaming zonneparken wijzigen in zonpaneelgebied. Lees ook de Telegraaf 6-4. Ik heb alles bij me als u het nog lezen wilt. Onze inziens is een parkaanleg uitsluitend bedoeld ter recreatie. Lees ook de 4 voorwaarden
voor reële klimaatplannen van de CDA. Telegraaf 5 februari. Dank u voor uw gewaardeerde aandacht. Dit is mevrouw de voorzitter. Dank u, meneer Gerritsen. U had heel veel vragen die wij mogelijk niet kunnen beantwoorden. Wellicht heeft er iemand een vraag aan u. Dat begrijp ik ook. Ik verwacht mevrouw Ruske. Dank u. Meneer Gerritsen, dank u wel voor uw inbreng. Ik heb eigenlijk twee korte vragen. U begint uw verhaal met in de wandelgang heeft u gehoord. Kunt u dat misschien iets concretiseren? En u heeft inderdaad heel veel vragen rondom asielzoekersbeleid. Mijn vraag is, is dit de eerste stap die u nu naar de gemeenteraad zet? Of heeft u deze vragen ook al elders gevraagd? Dank u. Ik vind het fijn dat ik dan nog iets terug mag zeggen. We hebben een gemeenschap in Bergentheim. Zeker nu ook samenvoegen vanwege wat er allemaal speelt. En dan spreken we nogal eens over diverse zaken die allemaal op ons afkomen buiten dan wat daar nu speelt. Dus dat noem ik dan de wandelgangen. Maar dat zijn allemaal vrienden, kennissen, buren. Hè? En je praat overal over en dan krijg je dit. Maar niemand die inspreekt of weet hoe het doen moet of durft niet. Nou, ik ben daar niet zo bang voor, dus deswegen ben ik hier. Voorzitter. Dat met de asielzoekers is uiteraard een feit waar ik normaal niet zo erg mee zit, omdat ik ook geen last van heb. Maar nou ook al die gevaren daar op de weg zie plotseling, want dat is ergens ook hun eigen ervaring, dat ze komt er ineens aan, zo'n klein vrouwtje, met helemaal vol doeken, en ze kan amper wat zien, en ze rijdt zo booms naar Aldi. En er komen auto's aan, gelukkig ook een oudere man. En die remt netjes. Maar had hij het niet gedaan? Nou, even later rijd ik naar de Jumbo. En dan loopt zo'n jonge man, die net zo oud is als ik. En toen ik zo oud was, zat ik in India als soldaat. En hij loopt hier vrolijk rond, met een mooi appje. En hij moet naar de Jumbo, dus hij loopt zo. Meneer Gerritsen, alvorens we... Pardon, en hij loopt zo naar de Jumbo. En ik moet remmen. Dus daaruit is dit gevaar. Dank u wel. Het was duidelijk voordat we uw levensverhaal. Ik zag nog twee vragen. Oh, sorry. Meneer Stelpstra had. Eerst. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Gerritsen, u stelt wel heel veel vragen. Ja. En die vragen worden hier in de raad betiteld als technische vragen. Omdat het hele detailinhoudelijke vragen zijn. En daarvan is het gebruikelijk dat wij die buiten de raad stellen. Dus ik wil u adviseren. Ja? Om in de toekomst dergelijke vragen bij de Griffie direct in te leveren, of bij het college, dan hoeven we dat niet hier in de raad met elkaar te bespreken. U heeft het recht om hier te spreken, toe te spreken, mm-hmm. Maar er bekruipt mij een beetje het gevoel dat u dat recht misbruikt door een hele batterij vragen te stellen. En daarvoor kunt u gewoon de mail of de brief gebruiken. Mag ik hierop antwoorden? Ja, ik heb dat ook met de griffier besproken, die zei ook al, dien het maar in. Ik zei, ja, maar dan krijg ik persoonlijk antwoord. En ik wil graag dat ook in de wandelgangen, waar alles nou verwacht wordt als antwoord, dat dit openbaar in de toren ergens wordt gepubliceerd, dat we allemaal weten hoe het bij het asiel is en hoe het met die gaswinning is en de procedures, enzovoort, enzovoort. En daarin is alleen de mogelijkheid dat de toren dit naar buiten, naar ons toe brengt. En daarom heb ik dus die vragen gesteld. En enkele vragen kunnen misschien in een stelling in de toren toch publiceren. En niet dat ik alleen het antwoord krijg, want dat is te weinig en te kort door de bocht. Ja, dan nogmaals, dan denk ik dat u wel het spreekrecht misbruikt door dat zo te doen. Dat bedoel ik, is dat nou misbruik? Ja, ik vind dat het niet eigenlijk gebruik is van het spreekrecht. Want u kunt uw antwoorden, als u die krijgt, kunt u zo rechtstreeks naar de journalist. En u krijgt hier op dit moment geen antwoorden op uw vraag. Nee, nou, dus, dat bedoel ik ook. Dus het dient geen nut. Ik heb het geprobeerd, moet ik eerlijk zeggen. Wat heeft u geprobeerd? Dit. Ja, als zijnde, is dit nou een onderwerp wat wel of niet voor de oriënterende ronde geschikt is? Dus als er iets is over deze vragen, ik heb al bij diverse mensen gevraagd over andere zaken, documenten, en daar kreeg ik ook geen antwoord.
Dus ik vrees dat ik hier en daar misschien ook niet een antwoord krijg. En dat is dus juist waar we zitten op het ogenblik. Oké, meneer Gerritsen, grijp ik op ja, even in. Dank u wel. Dit is een enorm probleem, hoor. Meneer Brink, u had ook nog een vraag. Een klein vraagje nog. U stelt ook heel veel vragen over het AZC. En wat ik nog wel mee wil geven is dat er rondom de buurt van het AZC zijn er goede werkgroepen gevormd. En er worden goede gesprekken gevoerd met omwonenden. Ja. En op een hele gestructureerde manier vinden daar hele mooie gesprekken plaats. Ook over de dingen die dreigen mis te gaan en misschien wel misgaan. En dan wil ik u nog wel even meegeven dat dat wel onze volledige aandacht heeft. Ja. En daar hebben we ook als gemeenteraad ook voldoende aandacht voor gevraagd. Dus dat wil ik u nog wel even meegeven. Dank u wel, meneer Brink. Nou, dan sluit ik me aan bij de opmerking van meneer Stelpstra dat u mogelijk uw vragen in kunt leveren bij de gemeente. Dat u ook nog antwoorden daarop krijgt. Ja, ik heb het ook al aan de rivier doorgestuurd. Ik hoop toch ergens dat als ik dan antwoord krijg, dan moet ik zelf dus eigenlijk de toren bellen en zeggen, hoe moet ik hiermee aan? Want of ik moet een raadslid vragen, wil die mij helpen met een antwoord? Of een coalitie vragen, willen jullie antwoord geven met mij samen in de toren, heb ik begrepen. Dat het... Als u het graag via die weg wilt verspreiden. Maar u als raadsleden en samen de gemeentebestuur gaat niet hierin mee. Nou, wij zijn niet gewend om te communiceren via de toren, inderdaad, op de gestelde vragen. Op deze punten niet. Nee. Nou, bedankt, dan weet ik het ook. Dan hoef ik niet verder, want ik heb nog veel meer vragen. Maar dan ga ik dat via u proberen. Zullen we dat maar doen? Lijkt me een hele goede weg. Want de wandelgangen zijn lang, hoor. Hartelijk dank voor u. Dank u wel, meneer Gerritsen. Ik wens u een prettige vergadering. Dank u wel. Vanwege die waar het staat, ook nog. Ja, dat geef het door. Mocht u nog daar verder door. Ja, dank u wel. Daarmee wil ik overgaan naar punt 4, het meningsvormend gedeelte. We gaan ons oriënteren op het onderwerp regiodeal Zuidoost-Drenthe. En daarover zijn ook reeds vragen gesteld en ook al wat antwoorden weer teruggekregen. Maar dit is het moment om ons op dit onderwerp verder te verdiepen. En ik kijk even wie ik hierover het woord kan geven. Ja, eigenlijk alle. Ik ga linksom, ik begin bij 50+. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zitten naar 50+ een beetje in de maag met het feit van is dit nou een goede deal? Het kost ons 2,5 miljoen. En wat zien we daarvan terug? Daar zouden we graag een goed antwoord op willen. Dank u wel, meneer Jonkhans. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, nou, mooi dat er dat startdocument ondertekend is, ook door het Rijk. Dat biedt uitzicht op ruime middelen. Maar er zit wat ons betreft nog één addertje onder het gras. Wat nu? Want ik begrijp dat de regio-deal moet nog verder worden uitgewerkt. En als die regio-deal nu niet de juiste lading krijgt van goede projecten en het wordt afgekeurd, wat is dan het risico en dan meer in het bijzonder het financiële risico wat we lopen. Meneer Geesink? Ja, we hebben nog de volgende vragen wat betreft de regio-deal. De provincie Drenthe draagt maximaal 10 miljoen bij. En die zijn niet het maximale bedrag bijdragen. Wordt er dan een extra bijdrage van de gemeente gevraagd? Is u bekend waar de maximale bijdrage van de provincie van afhankelijk is? Is er ook een minimumbedrag? Stel de gemeente Hardenberg doet niet mee aan deze regio-deal. Wat heeft dit voor de gevolgen voor de verstandhouding en samenwerking op andere vlakken? Zoals bijvoorbeeld de Dutch Tech Zone? Dank u wel. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, de toon lijkt een beetje gezet te zijn door een kritische houding ten aanzien van de financiële bijdrage van Hardenberg aan deze regio-deal. Eerder heeft D66 al rondom een dergelijke deal vragen gesteld waarom wij zo weinig bijdragen. Dat is nu blijkbaar veranderd en daar zijn wij enorm blij om, omdat wij hier kansen zien voor onze gemeente en voor de wat bredere regio. Wel heb ik een koppeling gemaakt in mijn hoofd waar ik een vraag over wilde stellen aan het college. Mogelijk weten mijn collega's in de raad dat er een werkgroep Social Development Goals aan het werk is. We hebben een aantal vergaderingen gehad over wat kunnen wij in deze gemeente doen met deze doelstellingen die door
de VNG in Nederland worden uitgerold. Als je het plat zegt, dan zijn die Social Development Goals gericht op een betere leefwereld voor de inwoners, eigenlijk wereldwijd. Dat kan je toespitsen op gemeentelijk, maar ook regionaal natuurlijk. En, de vraag van mij is, ziet het college met deze regio-deal ook een koppeling, een mogelijke koppeling met de regio-deal en de Social Development Goals? Bijvoorbeeld op het gebied van armoedebestrijding, beter onderwijs, duurzame energie, betere zorg, et cetera. Daar graag een reactie op. Dank u wel. U wel. Ja, VVD. Dank u wel, voorzitter. Nou, wij zien ook degelijk kansen in deze deal. Wij hebben buiten de vragen die al gesteld zijn nog wel een vraag. Projecten die al op spel staan, kunnen die wellicht versneld worden door deze deal? Als het dezelfde raakvlakken heeft, kan daar een versnelling in plaatsvinden? Dat is onze vraag voor u. Dank u wel. Meneer Boshoven. Ja, voorzitter, naar de vragen die zowel voorafgaand aan deze vergadering al gesteld zijn als zo net, hebben wij geen vragen meer. Dank u wel. Mevrouw Mensink. Dank je wel, voorzitter. Tijdens de bijeenkomsten over de regio-deal hebben we gemerkt dat er inderdaad veel kansen zijn. Toch hebben wij nog een aantal vragen. Als het gaat om het extra budget voor de personele inzet om de regio-deal tot uitvoering te kunnen brengen, heeft de wethouder dan ook nagedacht over een voorstel voor de dekking van deze kosten? We hebben ook gelezen dat als deze uitgave doorgaat, dat het ook enkele risico's met zich meebrengt voor bestaand economisch beleid. En mijn vraag is, welke zijn dat dan? Want we hebben natuurlijk ook een aantal afspraken gemaakt voor hele mooie initiatieven. Kunnen die allemaal door blijven gaan? Een ander voorstel gaat, dit hele voorstel gaat over werk, maar we hebben ook gezien tijdens de informatiebijeenkomsten dat met name ook voor wonen mogelijkheden zijn. Ook een proeftuin als het gaat om verduurzamen voor huizen van lage inkomens bijvoorbeeld. Hoe ziet de wethouder dit? Kan dat nog meegenomen worden in deze deal of valt het daar helemaal voor buiten? Dit waren onze vragen. Dank u wel. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Deelname aan de regio deal Zuid en Oost-Drenthe. Wat de ChristenUnie betreft best wel een bijzondere situatie. Om als een sterk groeiende regiogemeente uit de provincie Overijssel bij deze regio-deal betrokken te zijn. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de voorgeschiedenis vanuit de Dutch Tech Zone. Naar ons idee betekent het ook wat betreft de gemeente Hardenberg dat wij ook een afwijkende opgave hebben dan de overige 5 gemeentes binnen deze regio. Niet gericht om de krimp tegen te gaan, maar juist om te versnellen voor onze opgaves voor werk, wonen en welzijn. Opgaves voor het verduurzamen van wonen en de mogelijkheden voor opgaves, met name voor werk, die een sterk regionaal effect hebben en waar extra financiële middelen en impulsen welkom zijn tegen zeer gunstige voorwaarden. 4 halen en 1 betalen, dat kom je niet meer zo vaak tegen, zeg maar. Je zou bijna, en dat is aan de andere kant, zo zou je het ook kunnen bekijken, je moet wel hele goede argumenten hebben om het niet te doen. Zo zou je het bijna kunnen ervaren. Maar toch, kijkend naar dit raadsvoorstel is er wel heel sterk ingestoken op visie en een stip op de horizon. En rekening houdend met de onderlinge samenwerking tussen de diverse gemeentes en provincie Drenthe en het Rijk kan het ook bijna niet anders. Dus het is nog niet heel concreet en er zijn best wel vragen te stellen rondom de precieze werking, precieze kaders en uiteindelijk ook de concrete projecten. Maar we zien dit ook wel terug in het risicoparagraaf. Dus in die zin vinden we dit wel een gedegen voorstel. En we zijn ook tevreden dat er voldoende tijd aandacht wordt gegeven om de risico's ook realistisch te benoemen. Dit geeft ook de mogelijkheid om hierop te anticiperen en om een goede afweging te kunnen maken. Maar toch hebben we nog wel een aantal vragen. En de vragen dat zitten met name om op het gebied van de bijdrage van de provincie Overijssel. Tijdens de bijeenkomst in Hogeveen, om de regio-deal te bekrachtigen, sprak ik met de commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Kleinsma. En zij was best wel enthousiast over de bijdrage vanuit Hardenberg. En ook vertelde ze spontaan dat ze een gesprek had gehad met de burgemeester.
En de burgemeester had aan haar de vraag gesteld van, moet ik met de pet in de hand naar Overijssel voor eventueel een bijdrage? En daarop had zij toch wel ruimhartig geantwoord, nee Peter, dat hoef je niet te doen. Die bijdrage en verdubbeling voor de Hardenberg nemen wij voor onze rekening. En wij zouden toch graag willen weten, voorzitter, met deze uitspraak wetende van, hoe zit de provincie Overijssel hierin? En zou de wet ons mee kunnen nemen hoe de Zwolle zeg maar, tegen deze deal aankijkt? En of we ook nog wat vanuit Overijssel moeten of kunnen verwachten. En de tweede vraag, dat zit met name op een vraag die gesteld is door anderen vanuit de raad. En dat waren toch vragen rondom de mogelijkheden voor zeg maar, een HBOV-opleiding. En als antwoord wordt dan gegeven van dat het hoger onderwijs op rijksniveau wordt geregeld. En dat dit binnen de bestaande rijksregelgeving zal worden afgewogen. Als dat zo is, dan is het ook vast te stellen of een HBOV-onderwijs binnen de bestaande rijksregeling ook mogelijkheden biedt voor Hardenberg. Dus dan hoeft er toch alleen maar naar de bestaande rijksregelgeving gekeken te worden. Dus in die zin, waarom is die vraag niet, of kon die niet concreet worden beantwoord? En een andere vraag die we nog hebben, dat zit hem in de hoek van risico's. Hoe worden wij als raad, zeg maar, aangeleid bij het informeren van de opgave, zeg maar? Het geld wordt ter beschikking gesteld voor de komende periode, maar het gaat wel via, zeg maar, de jaarschijven. Maar hoe worden wij als raad hierover geïnformeerd? Dat was het in eerste instantie. Tot zover de vragen. Dan kijk ik naar de portefeuillehouder. Die overlegt nog even en dan zal hij vast komen beantwoorden. Ja, dank u wel, voorzitter. Na een hele lange avond, vorige keer, ging hij op het laatste moment toch van de agenda. Maar wel heel fijn dat er heel veel vragen ook gedeeld zijn, dat we met elkaar er ook goed hebben kunnen voorbereiden. Want ik denk dat het best wel een belangrijk besluit is wat deze avond in ieder geval genomen moet worden. Het gaat in ieder geval over heel veel geld en wat ons betreft kan het ook heel veel betekenis hebben. Dus mooi dat dat uiteindelijk zo is vormgegeven. Ook dank daarvoor. Ik denk dat we daarmee ook heel veel vragen al hebben kunnen beantwoorden. Een aantal die zijn overgebleven, zal ik proberen nu zo goed mogelijk op in te gaan. Een paar zaken lopen toch wel een beetje weer door elkaar heen. Hè? De vraag of een goede deal is, ja, we hebben het geprobeerd natuurlijk zo goed mogelijk in het raadsvoorstel met al zijn mitsen en maren voor u neer te leggen wat de opgaven zijn die wij zien. En er wordt ook wel een vraag gesteld in relatie tot ons lokale economische beleid, waarvan ik zeg van ja, het is dezelfde opgave, maar een bepaalde opgave pak je in regionaal verband op en een aantal opgaven pak je in lokaal verband op. Hè? Daar houden we in ieder geval voor 2020 ook nog geld voor beschikbaar. Maar wij denken hiermee hè, aan die sterke maakindustrie, human capital agenda, maar ook op het gebied van welzijn en van wonen. Dat zien wij daar opgaven, ook als het gaat over de verduurzaming van woningen, wat ook wel degelijk aan de orde is in Hardenberg, denken wij dat dat soort opgaven ook onze opgaven zijn en waar zich nu een enorme kans voor doet om die in regionaal verband op te pakken. Een heel deel daarvan deden wij eigenlijk ook al in regionaal verband, doordat we bijvoorbeeld ook participeren in de Dutch Tech Zone. Evenals ook in de regio Zwolle, maar daar zijn we ook wat nader op ingegaan. Kijk, de vraag is van ja, als het PvdA vroeg wat het wordt afgekeurd, hangt ook een beetje mee samen van ja, als wij überhaupt niet meedoen, dat is heel moeilijk om in te schatten. Wat daar de consequenties van zijn. Hè? We gaan nu naar de verschillende gemeentes toe om te vragen of de bijdrage er is. Het Rijk zal dezelfde oefening doen, maar dan vlak voor de zomer en hopen tot een definitieve deal te komen. Maar dan ligt er ook nog eens weer een bestedingsplan. Ja, daarom hebben wij ook vanuit Hardenberg in de regiodeal heel erg voor gepleit van zorg dat die raad goed aangehaakt blijft. Zorg dat je ook momenten inbouwt dat die raad ook weer in positie wordt gebracht. Sluit een beetje aan ook met de vraag van de ChristenUnie van waar komen wij dan nog weer terug. We zeggen in deze fase van het proces, wij stellen dit geld beschikbaar voor de komende 4 jaar of we reserveren het. Maar we stellen het in jaarkredieten beschikbaar en met name het eerste jaar, dus het jaar waar we nu voor staan, is het onzeker, niet onzeker wat de opgave is en dat we met elkaar eraan willen werken, dat we kansen zien en dat er ook een geloof is, hè, dat wil ik ook zeker wel uitstralen, dat we hier ook kansen kunnen benutten. Maar met name voor het eerste jaar heb je nog geen concrete projecten. Het Rijk heeft die straks wel wat meer, omdat we dan ook het bestedingsplan wat verder hebben uitgewerkt. Ik denk nog niet in de scenario's van afkeuren van projecten, helemaal niet aan de voorkant. Met name ook omdat we heel nauw met elkaar samen optrekken. Dat vond ik ook wel een mooie vraag van de ChristenUnie. Die ging eigenlijk over de regelgeving, rijksregelgeving rond de HBOV.
ja, eventjes waarom het nu nog niet helder is, heeft gewoon met de snelheid van het proces te maken. We zitten heel erg aan de voorkant. Maar dat is wel de kracht van de regio-deal. Ik zie het Rijk in deze deal echt als een partner van ons. En ze zijn meer dan een flappentapper. Ze zijn een serieuze flappentapper, hè, want ze wel 20 miljoen van die 40 miljoen leggen zij ook op het kleed. Maar je zit ook heel dicht bij het vuur om ook wel, juist vanuit die regelgeving en vanuit waar het Rijk ook iets in zou moeten organiseren, die zich er ook aan verbindt, om ook die kansen het Rijk daar ook in mee te nemen en ook van daaruit kunnen sturen op de doelen die we nastreven. Dus dat is ook wel een mooie kracht van de samenwerking, denk ik. Voorzitter. Ja, meneer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik haak nu aan, misschien is dat de tijd niet, maar dan nog. Het is een hele mooie deal, zoals ik al zei in de bijdrage, wat ons betreft. Ik vraag me wel af, nu ik u zo hoor, kijk, zo'n deal, tenminste de opgave, laat ik daarop houden. Die houden niet op bij de grenzen van de deelnemende gemeenten. Die gaan ook verder dan dat. En dat gaat ook verder Overijssel in, maar denk ik ook eerlijk gezegd over de landsgrenzen naar Duitsland toe. Je ziet vaak in nieuwsmedia opgaven rondom werkgelegenheid, wonen bijvoorbeeld, naar Duitsland over en weer. In hoeverre is deze deal inpasbaar in dat soort opgaven, dus over de gemeentegrenzen, maar ook over de landsgrenzen heen? Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik weet niet zeker of ik begrijp wat u bedoelt, maar laat ik bijvoorbeeld... Nou, we sluiten een deal nu met een aantal gemeenten, dat beperkt natuurlijk in die zin, qua bijdrage, financiële bijdrage, et cetera. Maar de opgaven die gaan verder dan dat. Dat bedoel ik. Precies. Nou, ik denk bijvoorbeeld de Human Capital Agenda, maar ook als het gaat over vestigingsklimaat, gaat het juist buiten de regio. Want wat je wilt is dat je jezelf als regio positioneert. En wil ook niet zeggen dat alles precies in de gemeente Hardenberg ook moet plaatsvinden. Maar het gaat over dat je als regio een bepaalde positie geeft, landelijk zeg maar. Of in ieder geval in de regio, dat er ook bijvoorbeeld werknemers deze kant op willen komen, eventuele bedrijven. Dus het heeft zeker een effect buiten de regio. Maar we steken nu als koppen, of als regio de koppen bij elkaar zeg maar. En dat is Rijk, provincie en deze verschillende gemeenten om de kracht van de regio beter te benutten. Zo zou ik hem dan wel willen samenvatten waarmee je een aantrekkende werking, ben ik helemaal met u eens, ook van buiten die regio zou willen hebben. Kijk, een beetje afkeuren of het niet meedoen, hè, dat is wat het effect is, weet ik niet. Hè. Want je ziet wel dat er heel erg op het proces wordt ingestoken om met elkaar, omdat we de opgave met elkaar hebben onderkend, om ons ook met elkaar op deze opgave te gaan inzetten, om de volgende stap. Dus het is in die zin, zeg ik ook even, ja, een situatie waarop wij niet op dit moment op anticiperen, zeg maar. Hè? Want wij gaan, nou, de vraag wordt nu in alle raden, ik weet ook niet wat er in de andere gemeenteraden op dit moment gebeurt. Ik weet wel dat Emmen is geloof ik een hamerstuk en Koevoorde is, dacht ik, ook akkoord. Maar een aantal zit de behandeling later. Dus ja, je weet toch eventjes niet precies hoe het verloopt. Maar dan gaat de deal in ieder geval in deze omvang niet door. Hè. Of dat dan iets betekent dat het Rijk zeg maar van de gemeenten die niet meedoen en de bijdrage die je daarvan verwacht werd, dat dat gekort werd. Maar ja, wat doet het met de totale opgave? Daar zul je wel een soort heroriëntatie op moeten maken, denk ik. Dus dat is moeilijk in te schatten. En of Drenthe niet maximaal meedoet, daar zou ik bijna willen zeggen van, dat geldt voor alle partners. Hè? Van, we staan allemaal op basis van inwonersaantal voor een bepaald bedrag aan de lat. En wat is de consequentie als bepaalde gemeenten niet of in die omvang meedoen? Ja, moeilijk in te schatten. Op dit moment hebben we die signalen in ieder geval nog niet. Voorzitter, het ging meer om de bijdrage van de provincie, in dit geval niet van de gemeentes, maar de bijdrage van de provincie was, provincie Drenthe was maximaal 10 miljoen. Ja. Vroeg ik mij af, waar is die maximale bedrag van afhankelijk en is daar een minimum bedrag? Zo bedoelt u. Maar eigenlijk zijn alle bijdragen maximaal. Zou ik willen zeggen. Ook de bijdrage van het Rijk als voorbeeld, hè, is ook maximaal. Ja, dus het gaat om, het is altijd op een cofinanciering. Dus eigenlijk bij de euro ligt er een euro van Drenthe bij en dan liggen er 2 euro's van het Rijk bij. Ja. En als er geen euro zeg maar, van de gemeente komt, zeg maar, ja, dan is onze bijdrage ook maximaal zo hoog als die wordt ingelegd. Zo zou u die moeten zien. Ja? D66, SDG, verbinden. Ik vind het wel een hele interessante gedachte. Ik denk dat een heel aantal van de opgaven waaraan wij werken SDG gerelateerd zijn. Ik zat even, toen u de vraag stelde, even snel googlen op de doelen van SDG.
gewoon voor de vuist weg, denk ik, doel 4, 7, 11, 9 en 10. Ik weet niet of u ze uit zijn hoofd kent, maar hebben we allemaal. Nou, voorzitter, met de ik zal u bekennen, ik zat ook te googlen net. Oh, dus, okay. Kwam u ook op 4, 7, 9 en 10 en 11 uit? Ja, okay. Nee, maar het is even zonder gekheid. Het is ook even, waar komt de werkgroep natuurlijk mee? Hè? Van, gaan we het over geheel? Gaat het over de manier zoals wij communiceren? Gaan wij prioriteiten? Dat is ook eventjes wat bij u als raad ligt en waar u mee aan de slag gaat. Maar zoals heel veel onderdelen van ons gemeentelijk beleid hebben we wel degelijk raakvlakken met die SDG. En ook zo ook de opgaven die in de regio-deal zitten. Voorzitter, mag ik daar of nog een klein aanvullingje vragen dan voor de besluitvorming uit? Ja. Is het denkbaar, mogelijk zelfs, dat we dat zichtbaar maken, bijvoorbeeld zowel in de opgaves als in de uitwerking van die opgaves, hoe dragen wij dan bij straks? Hè? Dat zou denk ik wel mooi zijn, niet alleen voor onszelf, maar ook naar de inwoners toe, om te laten zien, hiertoe doen we het. In plaats van alleen maar te zeggen van, wij dragen een heleboel geld bij aan een deal. Een economie is in die zin ook vrij abstract als term. Mm-hmm. Maar als je dan zegt van ja, we dragen bij aan beter wonen, beter milieu, et cetera. Mm-hmm. Ja, zou dat wel misschien wat meer de politiek en het bestuur dichter bij onze inwoners brengen en andersom. Ja. Nou, dat bedoel ik, op het gebied van communiceren kun je dat kun je ze heel goed gebruiken, zeg maar, om te laten zien waaraan je bijdraagt. Ik ben daar zeker toe bereid. Ik denk, we zijn nog, als het goed is, gaan we 4 jaar lang met elkaar deze reis aan, zeg maar. Hè? Van ieder vanuit zijn eigen rol, waarin ik ook hoop dat die raad stevig in positie is, die ook gewoon stevig kan meekijken. En laten we gaandeweg die 4 jaar ook ontdekken van ja, hoe presenteren we eigenlijk die resultaten. En ik denk dat SDG daar wel degelijk handvatten voor biedt. Dus ik zou die uitdaging graag aangaan als die behoefte vanuit de raad in die zin er ook is. Dus, en daar is een werkgroep mee bezig, dus ik kan me goed voorstellen dat het op elkaar aansluit. Projecten versnellen, ik denk dat het heel goed kan. En neem bijvoorbeeld het RTC, iets waar we toch al heel erg lang met elkaar ook aan samenwerken, die wij ook echt wel voor ogen hebben als een van de kansen die we wellicht nog beter kunnen gaan benutten of iets kunnen versnellen in de opgave die we nog zien. Hè. Dat hangt ook heel erg met Human Capital Agenda. Dus ik ben het uw vraag of projecten versneld kunnen worden met deze middelen. Je kunt niet hetzelfde wat we deden en nu in één keer vanuit de regio die we gaan financieren. Maar als je ergens mee bezig bent en je wilt er een kop op zetten, of je zegt van nou, we moeten daar nog een slag in maken, denk ik, sterker nog, dan zou mijn eerste voorkeur naar uitgaan. We gaan niet alles nieuw bedenken, maar probeer aan te sluiten bij waar dingen goed gaan en probeer die dan te verbeteren. Dus ik zou zeggen absoluut dat daar kansen liggen. CDA vroeg over het extra budget. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat nu het voorstel omhelst. Hè? Ook van die de totale uitvraag in zijn totale omvang voor die 4 jaar is vermeld. Hè. Voor 2020 vragen wij nu ook om het krediet zeg maar, beschikbaar te stellen. Nu nog niet voor de jaren erna. Dat vraag ik u de jaren in de jaarschijven rond de PNC-cyclus. Bijvoorbeeld in de kadernota. Ook in de kadernota proberen we deze ruimte te creëren. Maar het feitelijke krediet stelt u jaarlijks beschikbaar. Behalve voor dit jaar. En daar hebben we ook van aangegeven. Ja, dit jaar halen we nog een deel uit onze bestaande middelen. Vanuit een soort programma gelden. Maar die zijn niet toereikend. Dus vragen wij daar nog een aanvullende bijdrage bij. Zoals het in het voorstel staat. Dankjewel voorzitter. Als je het hebt over die ruimte. Als u het heeft over die ruimte creëren. Hè, waar ziet u die ruimte dan? Want natuurlijk gaan wij er uiteraard over. Maar heeft u daartoe een suggestie? Ja, in de kadernota hebben wij daar. Dat is, zoals het ook in het stuk staat, ja, hebben wij over de jaarschijven een voorstel gedaan over de dekking van die voor die middelen. Dat ziet u dan in de kadernota. Ja. Het grootste risico's, waarvan ik zeg, is van dat het ons niet lukt te projecten. En we hebben echt geprobeerd zo transparant mogelijk te zijn. We hebben u in de risico's hebben we breed uitgemeten om ook zo goed mogelijk uw besluitvorming te faciliteren, zeg maar. Ja, waarvan ik en u vraag van de risico's. Lukt het ons in zo'n korte tijd om de goede projecten? En daar zal een enorme uitdaging in zitten. Maar nou ja, daar hebben we dus ook op geanticipeerd door ook te zeggen van ja, daar moet je apart ook menskracht voor inzetten om dat los te krijgen. Maar daar zit het risico en daar zullen we u ook jaarlijks in een soort terugblik en een vooruitblik in meenemen, zeg maar. Om die risico's zo goed mogelijk te beheersen. Mevrouw Mensink.
In het voorstel staat bij, ik geloof optie 3, dat die risico's met name ook gaan over bestaand lokaal beleid. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld toezeggingen gedaan aan allerlei initiatieven als een ondernemersstartpunt, ondernemershuis Vechtal, ik noem er zo even 2 uit een hele reeks. Kunnen wij ervan uitgaan dat die toezeggingen in ieder geval doorgaan op lokaal niveau? Ja, daar kunt u van uitgaan. Oké. Okay. Ja. En dan blijven we nog de vraag van de ChristenUnie over... over de gesprekken tussen deze en gene over, maar de provincie Overijssel. Nou, dat is wel een punt, vind ik hoor. De provincie Overijssel, ik heb hier in de stukken en ook in de aanvullende vragen daar ook wat proberen wat inzicht in te geven. En het is een heel proces waarin wij met elkaar doorlopen en hoe ziet nu die bijdrage eruit. Wij hebben zelf ook bestuurlijk het gesprek gehad met de provincie, want die staat afhankelijk, participeren ze op geen enkele wijze in deze deal. Dat vonden wij wel jammer. Omdat we zeggen, hoezo? Want dit is ook Overijssel. Hè? En hier gebeurt ook het een en ander. Gelijktijdig voert de provincie Drenthe ook gesprekken met de provincie Overijssel. Die doen dat in een wat abstracter niveau, waarin ze alle regio-deals een beetje betrekken. Dit voorstel voorziet niet in een bijdrage vanuit de provincie Overijssel. Hè, zoals het ook er staat. Dit wordt gedekt vanuit Drenthe, de Rijk en de verschillende gemeentes. Op dit moment is er ook geen harde toezegging, maar is de provincie Drenthe wel met de provincie Overijssel in gesprek over een bijdrage. Maar als ik nu zo mag inschatten welke kant dat opgaat, is dat betekenis heeft op de bijdrage van Drenthe. Omdat zij met elkaar het gesprek voeren over hoe gaan wij met al die deals om. Want Drenthe investeert bijvoorbeeld ook in Overijssel. Dus als u mij nu vraagt wat mijn inschatting is, dan zeg ik eerlijkheidshalve, dan gaat dat ergens in die bijdragers, gaan ze onderling eens kijken van... Hey, Drenthe doet wat in Overijssel, Overijssel moet ook wat in Drenthe. En dan gaat het in het algemeen. Terwijl mijn voorkeur er naar uitging, zeg ik u ook eerlijkheidshalve, dat ik zeg van, joh, wij komen een aantal uiteindelijk met projecten. En provincie Overijssel, wij zouden het heel prettig vinden dat u dan ook met ons optrekt daarin. Nou ja, voor beide is wat te zeggen. Als u me nu vraagt welke kant denkt u dat het opgaat, denk ik die eerste kant. Hè, dat ze zeggen van, wij gaan met Drenthe een afspraak maken over een totale bijdrage, een totale deal. Dan investeert Overijssel ook in Drenthe. Net als dat Drenthe ook in Overijssel investeert. Dat komt er wel feitelijk op neer. Maar dat betekent niet een extra voordeel van ons. Maar goed, we hebben in dit voorstel al een voordeel van 1 euro en 3 worden erbij gelegd. Het is meer over de dekking van die 3 die er dan bij komt. Ik heb al iets aangegeven over het Rijk, hoe die daarin betrokken is. En ook over hoe de Raad aangeleid blijft. Dus mevrouw Klok. Precies. Er wordt over bedragen gesproken natuurlijk. Er moet toch ook enigszins een idee zijn hoe jullie aan dat bedrag komen. Er moeten toch bepaalde projecten voorhanden zijn of waarover nagedacht is waarvoor het ingezet wordt. Heeft u daar geen enkele... Moet u daar niet een tipje van de sluier op richten? Waar aan gedacht wordt in de grootte van de bedragen? Miljoen? Ja. Dat is eigenlijk wat voor u ligt, zeg maar. Hè? De 3 pijlers met de 3 opgaven. Het type projecten die we nu in de komende periode verder moeten. Maar dat is gelijktijdig ook het... Nou ja, u was ook bij de bijeenkomsten die breed georganiseerd zijn. Dat is een beetje de fase waarin je nu staat. Je komt uit die two-page. Nadat er enveloppen zeg maar, hier op het kleed worden gelegd van... Nou, u mag daar wat mee doen, maar dan moet u wel een goed plan hebben. Maar dan ga je eerst denken, wat is mijn opgave? En dan heb je in één keer een pot van 40 miljoen. Dus die omvang, die staat vast. En nu is de... Er zit enorm veel druk op het project. En dan moeten we nu met elkaar gaan kijken, zodat die projecten concreet genoeg zijn. We hebben geprobeerd, ook in die verdere beantwoording, daar wel iets meer inzicht in te geven waaraan je zit te denken. Maar ik heb daar nog... De kostenverdeling is gemaakt op basis van inwonersaantal, om maar eens iets te noemen. Dus hoe nu precies welk project hoeveel kost, dat is op dit moment, in alle eerlijkheid, is niet bekend. Dus dat is de fase waarin we dan de komende 4 jaar... met elkaar. En daarom wil ik ook u graag als raad in positie houden. Wij werken daaraan. Wij werken met jaarplannen. We blikken terug. Dan nemen we u in mee als raad. En u kunt vervolgens ook beoordelen van ja, is dit voldoende toegevoegde waarde, om het maar eens eventjes te zeggen. Dat wij, want we, ook al krijgen we de 3 euro bij die euro van ons. Het is nog steeds die euro, ben je bereid die wel of niet te investeren. Nou, dan zeg ik, dit hele project biedt echt perspectief, biedt kans. We werken aan opgaven waarin wij ook regionaal moeten denken om aan die opgave te werken, dan ligt hier een uitstekende kans en ook geloof in dat we dat met elkaar kunnen doen. Maar we moeten keihard blijven knokken wel om die projecten voldoende scherp te krijgen en ook daadwerkelijk tot uitvoering.
Want ook het ministerie wil over 4 jaar gewoon vlagjes hijsen. Dat is ook wel een beetje het principe van de regio-deal. En dat geeft ook wel een prettige druk op het hele proces om te zorgen dat we ook daadwerkelijk het niet bij praten blijft, maar dat we ook daadwerkelijk tot uitvoering komen. Ja? Ja, voorzitter. Ja, meneer Rodemond. Ja, ik heb eigenlijk een vraag, maar ik wil de wethouder niet helemaal zijn kans ontnemen om zijn hele verhaal af te maken. Het is meer een aanvulling op wat er tot nu toe is gezegd. Het gaat wel een beetje in op het verhaal van de bijdrage, of eigenlijk de uitblijvende, voorlopig uitblijvende bijdrage van Overijssel in dit hele verhaal. Mijn gedachten gingen uit naar een krantenartikel, in ieder geval van een aantal jaren geleden, waarin Zwolle als gemeente stelde dat een sterk Zwolle niet zonder een sterk achterland kan. Zo stond het er ongeveer. Waarbij er dus wel sterk gekeken werd naar de richting ook van Hardenberg. Als je dan kijkt ook dat Hardenberg behoorlijk aan het groeien is qua inwoneraantal, economische ontwikkeling, verkoop van bedrijfsterreinen, noem maar op. Ja, dan komen er toch bij mij wat vraagtekens naar boven drijven rondom deze deal over de verhouding tussen Hardenberg als gemeente, de regio Zwolle en de provincie Overijssel, en met name dus de provincie Overijssel. Het lijkt erop dat de provincie weinig inzet wil plegen richting dit gebied als het gaat over economische ontwikkeling, infrastructuur, et cetera. Dat de investeringen wat achterblijven hier. En dat je zelf heel veel moeite moet doen, je best moet doen ook, om aan te haken bij het een en ander. En de groei ook zien vast te houden. Nogmaals, dit is een fantastische deal. Dit kunnen we dus samen doen met het Rijk in Drenthe. Voordelen die u schetst, die zie ik ook. Maar die zullen ook dus zijn voor Overijssel. Ik hoop dus eigenlijk ook dat het college die voordelen ook kan vertalen richting het provinciehuis. Om te zeggen, jongens, wij maken hier dus, nou, tussen haakjes winst die ook naar jullie toe uitstraalt. Jullie moeten op een gegeven moment gaan bijdragen. Dus dat pleidooi mag wat mij betreft wat strakker worden. Omdat je ziet dat de provincie toch wat meer richting de grote stedenlijnen gaat denken. En wat minder misschien naar de oostgrens, waar ook heel veel kansen blijken te liggen. Ik ben wat terughoudend om een oordeel over hoe de provincie naar dit gebied kijkt, maar ik ben ermee eens. En volgens mij is deze coalitie destijds ook begonnen te zeggen, wij moeten hier in Noordoost-Overijssel net iets harder werken om bepaalde zaken wel goed onder de aandacht te brengen. Dat blijven wij ook doen. Het positieve van de gesprekken die nu tussen de provincie en Drenthe lijkt te zijn, is dat de provincie dat ook inziet, hè, dat er kansen voor deze regio zijn. Dat het liever op, misschien op een andere invulling, op een manier ingevuld gezien. Maar ik neem het ter harte wat u zegt. Ik deel ook heel in grote lijnen uw conclusie. En dit is ook het gesprek wat wij ook nog wel eens een keer weer bestuurlijk onder de aandacht zullen brengen. Ook bij de provincie, omdat wij dat ook wel zien. Voorzitter, dan beschouw ik het maar dat de reus wakker is geworden en dat we voorzichtig goede kanten op gaan. Dank u. Okay. Dank u wel, wethouder. Ik heb nog één vraag, voorzitter. Ja. Kan het nog? Ja, ja hoor, zeker. Kijk, wij zijn ook erg positief over alle kansen. Maar wat ik in dit verhaal best wel lastig vind is, hè, dat aan de ene kant, en ik weet niet of ik dat goed gehoord heb en ook uitgelegd heb, zegt u van nou, binnen 1 jaar kan ik niet echt tot concrete projecten komen. Anderzijds geeft u elkaar van ja, de raad moet daarin een stevige positie nemen. Die twee dingen zijn voor mij niet goed te verenigen. Dus kunnen we tot een soort afspraak komen dat er wel binnen 1 jaar een aantal concrete projecten liggen, zodat wij ook stevig daarin mee kunnen bewegen. Sorry voor, ik denk dat ik onduidelijk ben geweest. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat wij in deze fase geen concrete projecten hebben. En wij u nu wel vragen om dit komende jaar wel aan te gaan. Om nu ook het krediet beschikbaar te stellen. Maar nog niet gelijk het hele totale bedrag. En dan komen we jaarlijks bij u terug. Dus wel degelijk is de inzet om binnen dat jaar concrete projecten al op het kleed te krijgen om te laten zien, en daar gaan we mee aan de slag en daar gaan we dat bedrag ook verder uitgewerkt en investeren. Dus ik denk dat ik daar niet helemaal helder over ben geweest, voorzitter. Het ging over de periode die we hiervoor hebben gehad, was het onmogelijk om alles al in concrete projecten uit te werken. Maar het komende jaar absoluut. En dan komt u juist ook in zet om dat ook uw oordeel over te kunnen geven, of dat ook is wat u voor ogen had. Dank u wel voor deze aanvulling. Dan wil ik vragen, is er behoefte aan een tweede termijn? Kijk ik de kring rond.
Niet meer, dank u wel. Dan heb ik als vraag, gaat het straks naar de raad als een hamerstuk of een bespreekstuk? Het staat nu als een bespreekstuk, maar goed, hamerstuk. Iedereen daarmee akkoord? Dank u wel, dan sluiten we dit punt af. Dan gaan we naar punt 5 van de agenda, dat is de rondvraag. Is er iemand die iets voor de rondvraag heeft? Ja, meneer Gelling. Voorzitter, met uw instemming zou ik twee korte vragen willen stellen in de rondvraag. En de eerste vraag betreft aan het college of het een bewuste keuze was om vorige week bij de bijeenkomst van Duurzaam Realistisch Bergentheim geen afzondering te sturen. En wellicht dat dat een gemiste kans was om met de betrokken burgers in gesprek te blijven. En vraag 2 betreft de veiligheidsmonitor. U weet dat er net een staatssecretaris is afgetreden in zaken weergave asielcijfers. En wellicht dat de portefeuillehouder hier kort kan uitleggen hoe het zit met de weergave in Hardenberg. Koppeld aan de veiligheidsmonitor. En wellicht dat ook een vraag van meneer Gerdes daarin betrokken kan worden. Of u daarmee in de toren komt voorzitten, weet ik niet. Maar het is in ieder geval een klein tipje van de sluier opgelicht. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gelling. De eerste vraag over de bijeenkomst. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Ten Kater. Ja, voorzitter, dank u wel. Was het een bewuste keuze? Ja, het was een bewuste keuze. Want we hebben gezegd, nu het gebiedsproces op gang komt, vinden we het belangrijk dat eigenlijk alle discussies, inclusief die van Duurzaam Realistisch Bergentheim, plaatsvinden in de gebiedsadviesgroep en alle gremia daaromheen. En dan denken wij dat het niet goed is dat we ook verschijnen en onderdeel van de discussie worden op een avond als deze. Nou, dat is de afweging geweest. Overigens staan we in goed contact met Duurzaam Realistisch Bergentheim. We hebben er ook persoonlijk nog een gesprek mee gehad. Dus in die zin geen enkel spanning op de lijn. Maar het was iets wat ze zelf hebben georganiseerd. En daarvan hebben we gezegd, van, dan moeten we het daar ook laten. En het gebiedsproces vindt plaats in de groep waar ik het zojuist over had. Dank u wel, wethouder Ten Kater. De tweede vraag over de asielcijfers. Burgemeester Snijders. Dank u wel, voorzitter. Ja, op de vraag van de fractie van de VVD, de heer Gelling, in te gaan. Wij hebben inderdaad onze cijfers gepresenteerd. Dat doen we jaarlijks. Presenteren we de cijfers over heel Hardenberg. We hebben dat onlangs op 8 mei nog gedaan tijdens het perscontact. Daar was de toren ook aanwezig. En dan presenteren we op die manier twee cijfers. De feitelijke cijfers worden door de politie gepresenteerd. Van wat is er nou gebeurd het afgelopen jaar? Dat geldt overigens voor de hele gemeente Hardenberg, zoals gezegd. Maar dat doen we ook voor het AZC zelf. En dat doen we niet jaarlijks, maar dat doen we zelfs elke maand. Maar dat doen we dan in het omwonendenoverleg. Wat we hebben met de mensen die natuurlijk direct rondom het AZC wonen, maar ook de winkeliers, de horeca in de stad Hardenberg zijn daarbij betrokken. En ik kan u zeggen dat gebeurt tot op een vergaand detailniveau. Dat gaat van roken op de kamer. Overtreding is dat op het AZC tot aan, helaas zeg ik er ook bij, de moordpartij die we vorig jaar ook hebben gehad in onze gemeente. En alles wat daartussen zit. Dat wordt allemaal besproken, wordt gedeeld. En er wordt natuurlijk ook gekeken hoe kun je dat voorkomen. Dat dit soort dingen gebeuren. Dus daar zijn we volledig transparant over. Maar niet alleen over dat AZC, maar eigenlijk over alles wat er in de gemeente Hardenberg gebeurt door het jaar heen. En zoals gezegd, dat is onlangs in de veiligheidsmonitor opnieuw gepresenteerd en ook in de gebiedscan van de politie. En is ook gewoon publieke informatie, is beschikbaar via onze website. En mocht iemand dat op een andere manier toch nog toelichting willen hebben. Ik weet zeker dat de manager van het COA bereid is om die informatie te delen. En dat geldt ook voor de burgemeester. En dan kijk ik ook even in de richting van de heer Gerritsen. Tot zover. Dank u wel voor uw antwoord. Was dat voldoende? Als er verder geen rondvragen zijn, dan sluit ik bij deze oriënterende ronde. Dank u wel voor uw aandacht.